Welkom bij de grote finale van de Amsterdamse Straatkunstprijs. Amsterdam heeft meer dan 1000 straatkunstwerken en u heeft daarvan 220 genomineerd. De jury koos 9 finalisten uit. Ja, en toen was het weer de beurt aan u. U moest stemmen. En van die 9 finalisten is er 1 de winnaar. En daar rijden we nu naartoe, met deze mooie bus en met een heel gezelschap. Maar de weg erheen is niet recht. Welkom allemaal in de bus van de grote finale van de Amsterdamse Straatkunstprijs. Als u om me heen kijkt, zien we dat we in Amsterdam-Oost zijn. En in Oost is er al meteen iets genomineerd als finalist en dat is Man en Schaap. Nou, het ging eigenlijk een beetje over de interactie tussen mens en dier. Die je natuurlijk heel vaak hebt. Je kijkt elkaar aan en dan gebeurt er van alles. En omdat die actie zo dominant is vanuit de mens, dacht ik, er komen 2 waterstralen uit de ogen van een man. En die gaan dan in de ogen van een schaap. Ja, we gaan nog steeds gaan we wel een beetje die richting op, Marijn. Ja, ik word een beetje onrustig nu. Want je denkt zo snel? Ja, nee, dan is het gebeurd. Dan stap ik uit, hoor. Stap je uit? Oh, ben jij een slecht verliezer. We gaan linksaf. Ja. En we rijden nu eigenlijk richting het geluidskunstwerk Champ. Sonique, zou die misschien de winnaar zijn? Ik ben nog altijd verrast hoe subtiel dat het werkt. En dat het opgaat in zijn omgeving. Iedere keer als je zo een plaatje ziet hier onder de buis, hierachter zit er in feite een speaker. Ik heb daar veel aan dat water gezeten tussen die bomen. En op die manier ben ik op het zacht spel gekomen van wat ik daar hoorde aan het water. Wat vind jij er mooi aan? Ja, het is spannend. En onverwacht. Je verwacht het niet in een tunnel. Ja, ik vrees dat we... De bus heeft gewoon gas gegeven. Hè? En volgende keer beter. Volgende keer beter. Champ Sonique dus waarschijnlijk niet. En nu rijden we eigenlijk weer richting een ander bijzonder kunstwerk. 1000 Zonnen van Roland Schimmel. Het is heel leuk om te zien dat kunst bijdraagt om een betere plek te creëren voor buurtbewoners. Wat ik wel heel erg leuk vind, is dat ik er... Als ik er heel erg lang naar kijk, en dat is ook de bedoeling, dat ik. Het heeft ook een beetje een psychedelisch effect. Is dat nou wel verantwoord dat bij een kinderspeelplaats te plaatsen? Ik denk dat alleen de oudere mensen aan psychedelische dingen denken. En niet de kinderen die daar spelen. Nou, we rijden er alweer aan voorbij. Ja, die bus is onverbiddelijk. Maar misschien, want we rijden hier wel aan het water. En daar staan The Waiting van Anneke de Witte. Anneke de Witte, de kunstenaar, die is gefascineerd door valken. En op de een of andere manier vinden de valken haar ook altijd. Dus aanvankelijk had ze een levensechte valk gemodelleerd. En toen heeft ze bedacht van... Ik vind het ook heel mooi om ze te styleren en in aluminium te gieten. En dat is voor deze plek heel geweldig. Omdat dat aluminium, dat pakt het licht heel mooi. En het is ook heel mooi bij het water en bij de luchten die hier zijn. Dus het is een hele mooie analogie. Je hebt toch wel een verrekijker nodig om ze goed te bekijken. Ja, dat is inderdaad waar. Het beste zie je ze vanaf de pont eigenlijk. Die er dan elke keer weer langs vaart, toch? Ja. Maar dan gaan we hoor. Ik vrees, Anneke. Ja. Nou, ik denk dat de valken nog wel langer moeten wachten. Ja, precies. Ja. En nou gaan we eigenlijk richting... Weer het... Ja, weer west en misschien wel de ring. Dus zou het wiel eigenlijk misschien wel moeder van de moderne straatkunst... daar bovenop dat dak van Jeroen Henneman. Zou die de winnaar zijn? Dit was een van de eerste beelden die heel specifiek voor automobilisten zijn gemaakt. Er zijn er nu veel meer en ook langs de snelwegen staan nu beelden voor de automobilist. Dit was een van de eerste. Dat was ook het concept. Vandaar dat het ook hier staat in een deel van de as. Je rijdt er heel lang recht op af.
En we hebben het ook zo geplaatst dat in de andere bocht van de A10 zie je hem ook al in de verte staan. Ik hoorde dat het wiel, waar we nu een beetje in de buurt bij komen, eigenlijk jouw favoriet is. Ja, dat klopt. Dat vind ik echt fantastisch werk. Waarom? Vooral omdat als je er langs rijdt met de auto of met de trein, dan verandert het steeds. En het blijft altijd mooi in perspectief. Nee! We gaan links, we gaan de verkeerde kant op. Het wiel van Jeroen Henneman. Ja, Jeroen, je had er zelf moeten zijn. Want dat had je toch net die paar extra stemmen gescheeld. Ja, waar gaan we nu op af? Het zijn natuurlijk ook 9 finalisten. Het zijn er heel wat. Misschien wel dat prachtige lichtkunstwerk. Elevating, Witte de Wit. Die erkers die we achter ons zien, die gele, die zijn jarenlang dichtgespijkerd geweest met kunststof, PVC. Omdat ze in onbruik waren geraakt. Maar het originele idee is geweest dat die erkers eigenlijk het licht in het trappengat lieten schijnen. En het is eigenlijk de vraag geweest bij het opknappen van de straat om eigenlijk die ergens terug een soort leven te geven. En toen heb ik gedacht aan een nachtbeeld, omdat ik heel erg dacht, het gaat over licht. En om een soort lift daarin te, ja, visualisatie van een soort lift. Ik ga niet winnen natuurlijk. Jij denkt niet dat je wint? We hebben ons intern in de familie Lester enorm ingehouden met de promotie, zelfpromotie. Die dekt zichzelf in, want boze tongen beweren, ja, hij zit in de jury en dan zit hij ook nog in de finale. Maar jij pleit jezelf wel vrij. Zonder meer. En voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik een integer in dit opzicht oprecht ook hiermee omga. Dus ik heb er niks mee te maken. Ik ben vol met eer en ik win niks. Oké, nou we gaan door misschien wel richting het volgende project. Jij bent al een beetje in de sfeer, want met borsthaar en zo'n baardje. We gaan naar het apenkunstwerk. We hadden hier op het terrein een groot feest, een 20-jarig bestaansfeest. En hier onder de brug was het één grote griebus met losse tags en kindertekeningen. Bonte kleur. Het is toch de visitekaart naar ons terrein toe. Ik dacht, we moeten een mooie visitekaartje maken, een entree die er is. En er speelde in die tijd, mijn vader was zwaar dementerend. Die vond mijn apenschilderijen heel mooi en herkende ze ook heel duidelijk. Toen zijn geheugen achteruit ging, dacht ik om de apen te gebruiken als beeld. Omdat als mijn vader dan op bezoek komt, vlak voordat hij arriveert, de apen ziet, herkent en weet naar wie die toe gaat. Ik hoorde dat jij erg enthousiast was over die apen. Dat klopt. Wat maakt dat werk zo sterk? Ik hou wel van een beetje guerrilla art. En ik vond het gewoon heel sterk zo op die wand. Ik denk dat die apen het gewoon toch niet gaan worden. Want we gaan nu een beetje richting Zuidas. Zeer teleurstellend. Hij is heel erg teleurgesteld. Want misschien gaat Jeannie Vos met White Noise er toch stiekem met de prijs vandoor. Ik heb het heelal gemaakt. Dus wat je ziet zijn vallende sterren, meteorietenregen, kleine ontploffingjes. Het is een telecommunicatietoren voor digitale televisie en telefonie. En om daar ook iets van te laten zien, dat het communicatie is tussen mensen, verschijnen er ook codes. Oh jee. Ja, dit is de Scheldestraat richting de RAI, dus Jeannie Vos. Ik denk dat niet de winnaar wordt, maar we gaan nu richting Zuidoost, als het goed is. Dus wie weet is l'épisseur d'Amsterdam van de Cameroens-Belgische Pascal Martin Taillou wel de winnaar. I thought I want also something funny. Funny, only funny, you know. It will be a form, a sculpture, let's say human form. And this human form will be me, naked, pissing. There's something also poetic, because they're like walking on the water. So they're like coming from the water like this, and then they're pissing. We hebben al heel wat finalisten achter ons gelaten. Ja. Jij bent voor l'épisseur de Amsterdam. Ja. Wat denk je? Nee, ik denk het niet. Nee. Ik hoop het wel, want ik vind het zo leuk als Zuidoost positief het nieuws komt. Maar ik denk het niet gezien de voorsprong van het beeld van Marijn Boling vorige week. Nee, we gaan linksaf. Dus l'épisseur de Amsterdam? Heeft het niet gehaald. Jammer, jammer. Maar wel aandacht gekregen. En daar ging het ook om. Het is natuurlijk wel spannend. En ik wilde vragen of jullie toch misschien zo direct even allemaal je ogen dicht wilden doen.
Tot ik zeg dat ze weer open mogen. Het straatkunstwerk wat heeft gewonnen is geen prachtig wiel of valken die wachten. Geen mannekes pis of duizend zonnen. Geen licht of geluid waaraan we dachten. Geen viaduct met stoere apen. Het is het contact tussen mens en dier. De onderlinge blik, je ziet het hier. In een beeld gevangen, zo mysterieus en wijs. Man en schaap wint de Amsterdamse straatkunstprijs. En nu mogen we naar buiten. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Marijn Bolink, los van de eeuwige roem. Wow! Krijg je van Vincent hier een dinerbon voor een sterrestaurant, Amsterdam Sterrestaurant? Mag ik jou deze dinercheck aanbieden? Bij Ron Blauw. En ik hoop dat je ervan mag genieten. Nou, dit ziet er superleuk, hoor. Dit ziet er nog een beetje lullig uit. Maar in de samenspraak met de stadsdeel komt hier een heel officieel mooie plaquette. Van die dinerbon. Geen schaap eten? Nee, nee, nee. Nou, of wel? Juist wel misschien. Ik weet het niet. Oh. Maar het is wel hartstikke leuk. Ja. Ik ben heel blij mee. We gaan deze symbolisch in de grond. Die mag je in de grond. Ik zit half in de brandnetels. Marijn Bolink, winnaar Man en Schaap. Hier staat het Stadsdeel Oost. Ga kijken, maar ga vooral ook naar alle andere mooie Amsterdamse kunst kijken. Want straatkunst doet heel veel. En bedenk, gefeliciteerd hè. Straatkunst is van iedereen. Dag!